Nou ja, en bijvoorbeeld dan met Britney Spears en Lady Gaga van deze wereld. Dat was dat ik dacht, ja, ik was nog maar klein bedrijf. Ik heb geen geld. Hoe kom ik nu bij ze? En toen dacht ik, ja, wanneer komen zij naar mij? Want dat kost niet zoveel. En dat was in Rotterdam, maar dat is in Ahoy. Hè? Dan komen ze in principe naar mij. Dus in ieder geval heel dichtbij. En dus toen ben ik bij de artiestenuitgang gaan staan met een doosje. Eerst allemaal op foto's gekeken dat ik denk, welke maat hebben ze nu? Mijn auto zo dicht mogelijk bijgeparkeerd met al andere maten in de kofferbak. En dat helemaal mooi ingepakt. En nou ja, in de regen stond ik daar. En op een gegeven moment was dan Mojo, dat is degene die het organiseren, die zeiden van nou, weet je, kom maar binnen, kom daar maar op wachten. En ik werd ondertussen wel steeds bekender. En op een gegeven moment vonden ze het, nou leg het maar in de kleedkamer. Kleedkamer. Dus toen ging ik heel de kleedkamer helemaal klaar met mijn product en een lief briefje erbij. En daarna wat natuurlijk van, hebben ze het echt meegenomen? Want die krijgen zoveel. Ja. En ze laten heel vaak gewoon dat allemaal liggen. En dat hadden ze dan meegenomen. En zo is het ooit begonnen. En uiteindelijk heb en dan ik zag zelf je toevallig terug weer op televisie? Of? Ja, en zo is het begonnen dat ik in de buurt kwam. En ik merkte dat het ze aansprak.